We zijn hier vandaag aanwezig omdat we de startbouw vieren van 133 sociale huurwoningen van IJmeren op Overhoeks. De bouw is al gestart, al een aantal maanden geleden. Maar we vieren het vandaag. Maar we zijn stiekem eigenlijk al begonnen. En we bouwen tot eind volgend jaar. Dus voor de kerst zitten straks hier de eerste huurders in het gebouw. We zijn hier bij het bouwveld van blok B. Daar gaan wij starten met 133 woningen. Of althans, dat vieren we vandaag, dat we zijn gestart. Het zijn de eerste 133 woningen van 600 woningen die hier in totaal voor IJmeren gebouwd gaan worden. In een wijk waar nog 2000 woningen komen de komende jaren. Het unieke aan deze wijk Overhoeks is, ik denk dat jullie het hier achter ook wel zien, het ligt eigenlijk midden in het centrum en in het geweld, uitgaand geweld en in het leven van Amsterdam. Maar dat zal in deze wijk allemaal niet zichtbaar zijn. Het is eigenlijk een hele rustige wijk, op een tapijt van groen is het idee. Auto's zullen hier op visite zijn en er komt een unieke mix van programma. Dus er komen koopwoningen, vrije sector huurwoningen en dus ook een groot aandeel sociale huurwoningen. Er is op dit moment bijna geen mogelijkheid voor starters op de markt om waar dan ook maar in Amsterdam een woning te kunnen huren. En dan helpen deze woningen die voor de kleinere gezinnen bedoeld zijn, helpen daar natuurlijk subliem bij. Voor dit project zijn we van begin af aan gezamenlijk opgetrokken en hebben we naar elkaar belang gekeken en uiteindelijk natuurlijk naar het belang van de huurder om een sociale woning te kunnen realiseren. We werken bij IJmeren in co-making. Co-making houdt in dat eigenlijk de aannemer al in een vrij vroeg stadium betrokken is bij het project. We gebruiken de expertise van de aannemer tijdens het onderwerpproces. Daarmee kun je heel erg sturen op de kosten. De kosten zijn natuurlijk belangrijk voor IJmeren om de woningen betaalbaar te houden. En Amsterdam-Noord is eigenlijk het centrum van Amsterdam inmiddels. Dus de relatie is zo direct geworden en je bent zo dicht bij het Centraal Station, bij de tram en de bus, dat het een uitgangspunt is om een hele autovrije wijk te maken, heel autoluw. En eigenlijk dat je alles met de fiets doet. Overhoeks is een hele bijzondere plek wat dat betreft. Met de komst van AI kwam dit gebied heel erg in beeld. En Overhoeks, de ontwikkeling daarbij, heeft echt ervoor gezorgd dat Amsterdam-Noord bij de stad is gaan horen. We hoorden er natuurlijk altijd al bij, maar dat het veel zichtbaarder is geworden, Noord. Maar dat betekent ook dat we als stadsdeel heel wat uitdagingen erbij hebben om te zorgen dat het een prettige plek blijft voor iedereen.